Erkent de minister dat bijvoorbeeld in plekken zoals Horst en Andel en Bokstel en Riel en Terneuzen, dat gemeenschappen daar zeggen de maat is vol. Wij kunnen deze grote groepen arbeidsmigranten niet aan en de bouw van weer een grootschalig project, onder andere door de hoofdsponsor van de VVD, willen wij niet. Want onze gemeenschap wil niet dat hier honderden mensen hutje-mutje worden gehuisvest. Heeft de minister oog voor deze gemeenschappen en deze dorpen? En vindt de minister ook dat er ook grenzen zijn aan die groei? De minister. Ja, voorzitter. Volgens mij zei ik dat ook in mijn inleiding. De keerzijde is, en in een mooi woord, absorptievermogen van de samenleving, het is een ontzettend Haags woord, is hier heel belangrijk. En we hebben dit debat natuurlijk met elkaar al 2 jaar. We zijn het daar met elkaar eens. Op het moment dat je... Arbeidsmigranten zullen altijd nodig zijn. We kunnen niet opeens zonder 500 of 800.000 mensen. Maar op het moment dat je op deze manier omgaat met mensen... Hè, arbeidsmigrant klinkt een beetje afzak, maar het zijn gewoon mensen zoals u en ik. Dan hoor je die netjes te huisvesten. En je hoort je ook rekenschap te geven van wat het met gemeenschappen doet. Met gemeenschappen waar heel veel mensen tijdelijk gehuisvest worden. Met gemeenschappen waar er al een huisartstekort is. Ook dat hoort erbij. Daarom is overigens die registratie belangrijk. En wat ik daar... Ik noemde net als 37 distributiecentrum. Dat heb ik hier ook vaker genoemd. Dat gebeurt er gewoon op dit moment. Wij laten een heleboel bedrijvigheid naar Nederland komen... waarvan we ons echt moeten afvragen of dat bij onze visie op Nederland past. En waar de lasten en de lusten neerkomen. Op het moment dat zo'n distributiecentrum eigenlijk niks brengt voor Nederland... en de lasten wel heel groot hier zijn, moeten we met elkaar die discussie willen voeren. En daarom is het zo belangrijk dat die gemeentes zijn begonnen met die effectrapportage. Die heet dus vroeger de BER, de bedrijfseffectrapportage, die heet nu effectrapportage. Dat is precies wat er daarin staat. Dank u wel. Ik zie een vervolgvraag van de heer Van Kent. Is de minister dan ook bereid om ook de provincies en de gemeenten, bijvoorbeeld die ik net noemde, om die op te roepen om te stoppen met het verder bebouwen van dorpen en wijken met grootschalige huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten? En is de minister ook bereid om bijvoorbeeld Otto op te roepen om ook te stoppen via CAFRA Housing en andere organisaties om op grote schaal huisvesting in deze dorpen, in deze gemeenschappen te bouwen? De minister. Voorzitter, waar ik de gemeentes toe oproep, is om mee te doen aan die effectrapportage die nu nog in pilotfase is, zodat we die goed kunnen ontwikkelen. En vervolgens, als die uit de pilotfase is, om mee te doen aan de invoering daarvan. Daar roep ik gemeentes op, want daar komen al dit soort vragen in terug. En ik roep al 2 jaar, zolang ik het doe, uitzenders op om veel netter met uw mensen om te gaan. Ik kan de individuele casus die u aanhaalt niet beoordelen vanuit hier. Maar voor alle uitzenders geldt, ga netjes met je mensen om. En voor alle inleners geldt, vergewis je ervan waar iemand vannacht heeft geslapen. En hoeveel geld die overhoudt van wat jij overmaakt aan de uitzender. Dat zijn echt belangrijke vragen en dat kun je als inlener. Die vragen kun je gewoon stellen aan de mensen die bij jou op de werkvloer rondlopen. De heer Van Kent, SP. Ja, voorzitter, en dan zou ik toch tot een conclusie willen komen samen met deze minister. Namelijk de conclusie dat er op dit moment te veel arbeidsmigranten in Nederland zijn. Want die uitzendbureaus die zeggen, ja, deze mensen zijn nodig, dus gemeente staat toe dat wij hier een grootschalig project gaan bouwen, waar we ook weer schathemeltje rijk van worden, zodat we nog meer kunnen sponsoren. Tegelijkertijd ontstaat er inderdaad weer gelegenheid waar wij het volgens mij over eens zijn, zeg ik tegen de minister, dat dat helemaal niet past in Nederland. En dat we daar ook geen behoefte aan hebben. En vindt de minister dan ook niet dat de conclusie moet zijn dat er op dit moment te veel arbeidsmigranten in Nederland zijn. Dat we daar niet voor kunnen en willen bouwen. En dat er dus grenzen zijn aan die groei. En dat we in moeten grijpen in het aantal mensen dat naar Nederland wordt gehaald door die uitzendbureaus. De minister. Nou, voorzitter, ik ben het ermee eens dat er grenzen zijn aan de groei. Ik denk op het moment dat wij serieus werk maken van die effectrapportage, van die toelating van die uitzendbureaus, waardoor het gewoon minder aantrekkelijk wordt om arbeidsmigranten als verdienmodel te gebruiken. Want dat gebeurt er nu ook. Als jij een bona fide inlener of uitzendbureau bent, dan heb je gewoon hogere kosten dan de malafide speler. Ik noem net even het voorbeeld van die bramenplukker. Dat is niet fictief, dat is echt zo. Waarom? Omdat hij ook allerlei voordelen heeft, waardoor die arbeidsmigranten goedkoper zijn. Als je dat allemaal aanpakt, en dat stond overigens op de lijst van mei, juni, toen het kabinet viel, als je dat allemaal aanpakt, dan wordt die waarde van arbeid anders. En dan wordt het dus ook echt moeilijker om bedrijvigheid hier te vestigen waarvan de lasten en de lusten niet eerlijk verdeeld zijn.